Poolse jongeren in Nederland op doodspoor. Speelverbod dreigt voor duizenden amateurvoetballers. En klimmen en abseilen voor rolstoelers. Donderdag 8 september, het is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. Veel werkloosheid, laag opgeleid en weinig contact met autochtonen. Het gaat niet goed met de Poolse jongeren in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een van de regio's met de meeste Polen is het Westland. Vooral de Polen tussen de 15 en 25 voelen zich ongelukkig in Nederland. Ze doen amper aan sport en hebben een onzekere positie op de arbeidsmarkt. Merkt u ook dat de Poolse jongeren ongelukkig zijn? Hier in deze regio zijn ze dat zeker niet. Nee, absoluut niet. Waar ligt dat aan? Gewoon puur dat die mensen veel werk hebben, de hele dag werken. En s'avonds, zeker hier in het hotel ook, ze hebben draadloos internet, ze hebben televisie, ze gaan sporten, ze gaan fietsen. En hebben geen tijd om ongelukkig te zijn. Geen van de Poolse jongeren wilde voor de camera zeggen dat hij ongelukkig is. Yes, we are happy. Gewoon. We spent a very good time here and we work here. Maar buiten beeld vertelde een aantal jongeren wel degelijk ontevreden te zijn, omdat ze niet genoeg werk hebben en onderbetaald worden. Ondanks de problemen heeft de gemeente Westland geen beleid voor de Poolse jongeren. Uiteraard wel beleid voor de arbeidsmigrant, hoe om te gaan met huisvesting en inschrijving in de GBA. Dat is belangrijk. We gaan ook dit najaar starten met een informatiepunt Polen, zodat mensen terecht kunnen met vragen die de gemeente aangaan. En zodat we de Polen, de arbeidsmigrant, goed kunnen faciliteren. Want ze zijn belangrijk voor Westland om onze economie draaiende te houden. De voetbalvelden van Nederland kunnen komend weekend wel eens uitgestorven zijn. En dat heeft niets te maken met mogelijk slecht weer, maar met spelerspassen van de amateurvoetballers. Die zijn namelijk niet in orde. En daardoor dreigt een speelverbod voor duizenden voetballers. In Alphen aan den Rijn bij voetbalvereniging ARC is verslaggever Herman Nanninga. Herman, wat is er aan de hand met die spelerspassen? Nou, met de spelerspassen op zich is niet zo heel veel mis. Het is een fenomeen dat 5 jaar geleden ongeveer is ingevoerd. De spelerspas, een creditcard formaat, pasfotootje erop. Daarmee moet je als speler legitimeren. Ze zijn 5 jaar geldig, 5 jaar geleden ingevoerd. En dat betekent dat al die spelerspassen voorzien moeten worden van nieuwe foto's. Nou, we hebben alle secretarissen, die hebben allemaal mailtjes gestuurd naar hun leden. Maar er zijn in Nederland nog steeds 40.000 à 50.000 mensen, spelers dus, die die foto niet hebben ingeleverd. In onze regio, West 2, gaat het om 6500 spelers. Arie Zwaan, je bent van ARC. Van die 6500, hoeveel zijn er van ARC? Van ARC zijn er ongeveer 10 spelers die nog geen geldige spelerspas hebben en dus niet kunnen spelen komende zaterdag. Ja, want dat is de consequentie. Je kan niet spelen. Ja, inderdaad, dat is de consequentie dat je niet kan spelen. En het zou kunnen zijn dat je dan je team dupeert, doordat het team onvoldoende spelers in het veld heeft staan. Nou heeft ARC 1600 leden. Nou, dan valt dit aantal nogal mee. Wat hebben jullie er allemaal aan gedaan om die spelers te motiveren? Stuur die foto in. De coördinatoren zijn al in een vroeg stadium geïnformeerd dat de spelerspas vervalt van de desbetreffende speler. En is er door de coördinatoren gevraagd om de spelers zo snel mogelijk een nieuwe pasfoto in te laten leveren. En dat is redelijk gelukt bij ARC, kan ik zeggen. Ja, 10 zijn er dus nog hardleers hier in Alphen aan de Rijn. Ja, die kunnen dus gewoon niet spelen aanstaande zaterdag. Ja, nou goed, veel wedstrijden zullen dus niet doorgaan. Wat gebeurt er dan met die afgelaste wedstrijden? Als je niet opkomt dagen als team omdat je niet genoeg spelers hebt vanwege die ongeldige spelerspassen, dan krijg je allereerst een boete. Daarna krijg je nog de kans om die wedstrijd over te spelen. Nou, mocht je nou nog een keer niet opkomen dagen, dan verlies je de wedstrijd reglementair met 3-0. Dat is altijd nog beter dan gewoon komen met illegale spelers, om het zo maar te noemen. Want dan krijg je én een boete en je krijgt puntenmindering en je verliest de wedstrijd met 3-0. Dus gewoon eerlijkheid. En als je ze niet hebt, dan heb je ze niet. Herman Nanninga, dankjewel vanaf de velden van ARC in Alphen. 4 weken celstraf voor Tatjana Liefhebber, beter bekend als Tijgertje uit de veel bekeken tv-serie OO Tirol van RTL. Dat werd vandaag geëist tijdens een rechtszaak. De Haagse stond samen met haar moeder voor de rechter vanwege een enorme waslijst aan winkeldiefstallen in de regio Den Haag. Oh.
erg oprotten, alles voor een peuk. Dat Tatjana Liefhebber niet op haar mondje is gevallen, bleek ook nog vanochtend bij de rechtbank in Den Haag. Maar al snel barstte ze in tranen uit toen ze aan moest horen wat ze allemaal gedaan zou hebben. Ze wordt verdacht van verschillende diefstallen bij winkels in Den Haag, Delft, Leidschendam en Naaldwijk. In diverse levensmiddelen bij de Albert Heijn, een kogelbiefstuk, kaas, aardbeien, Red Bull, sushi. En om de belediging van een beveiligingsmedewerker van Albert Heijn. Justitie beschuldigt ook de moeder van Tijgertje van diefstal, maar die heeft al lang genoeg vastgezeten. Dus zij komt waarschijnlijk snel vrij. Omdat moeder terecht stond voor 5 winkeldiefstallen in vereniging, maar dochter ook nog terecht stond voor een 3-tal beledigingen van een politieambtenaar, voor het rijden zonder rijbewijs en als belangrijkste reden, zij stond ook nog terecht voor 1 diefstal met geweld. De advocaat van Tijgertje vindt dat haar cliënt een taakstraf had moeten krijgen. Niet op alle camerabeelden zou te zien zijn geweest dat ze heeft gestolen. Maar de officier van justitie ging daar niet in mee. Die vindt dat Tijgertje gewoon nog even moet brommen. Ja, eind deze maand bepaalt de rechter of Tijgertje de gevangenis in moet. Ze is nu voorlopig vrij omdat ze al een tijd in voorarrest heeft gezeten. Bij een aanrijding met een auto in Delft is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. De aanrijding vond plaats op de Voorhofdreef in Delft. De hulpdiensten hebben de fietser nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Straks in het TV West Nieuws. Rolstoelers in Leiden kunnen alleen met gevaar voor eigen leven de Willem de Zwijgerlaan oversteken. Een grote afname van het aantal drankrijders in Zuid-Holland. Het aantal mensen dat met te veel alcohol op achter het stuur kruipt is in deze provincie de afgelopen 2 jaar met bijna 16% afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur. Volgens minister Schultz van Hagen komt de daling door de strenge handhaving en de bobreclames. Met een abseil act, optredens door schoolkinderen en het onvermijdelijke doorknippen van een lintje is vanmiddag het nieuwe stadskantoor Leiweg in Den Haag geopend. Het markante gebouw wordt ook wel het tweede stadhuis van de stad genoemd. In het stadskantoor zit onder meer een bibliotheek, appartementen en verschillende gemeentelijke diensten. De burgemeester Verver Aartselaan in Voorschoten blijft voorlopig gewoon bestaan. Een aantal bewoners wil dat de straatnaam verandert omdat Verver in opspraak is geraakt als burgemeester van Schiedam. De gemeente Voorschoten wil, zolang het onderzoek naar Verver loopt, geen beslissing nemen over een eventuele straatnaamwijziging. Je zit in een rolstoel en het bezoek aan de lokale supermarkt is elke keer opnieuw een ware survivaltocht. Bewoners van woonzorgcomplex Noorderlicht in Leiden overkomt het dagelijks. De bejaarden moeten voor hun boodschapje met hun rolstoel of rollator over dat ene vrijwel onneembare steile bruggetje. Levensgevaarlijk vinden ze het. Die meneer doet alleen maar even vragen stellen en dan schrijft hij het op en verder gebeurt er niks. Deze bewoonster van Noorderlicht is niet van plan om ons te laten zien hoe gevaarlijk het bruggetje is. En ik wil de laatste paar jaar... wil ik nog niet in een rolstoel terechtkomen. Wil ik nog lopen met mijn karretje. En ik heb een gevoel dat ik val. En daarom doe ik het niet. Het is gewoon gevaarlijk daar. Ik vind het hartstikke gevaarlijk. Dat betekent dat er iets verzonnen moet worden. Wat is het plan, mevrouw? Om mijn man hierin te zetten en naar boven te rijden. Kijk hoe me dat afloopt. Dat lijkt me wel een beetje sensatie. Kom op, schat, erin. Ja, schat, kom erin. Hier, Vincent. Nou, ga Vincent er maar in. Dan ga nou, ik erin. Dan ga jij er maar in. Zit je lekker? Ik zit goed hoor. Ja? Ja. Nee, maar zij durfde niet mee. Ze zegt, ik ga niet mee naar buiten. En dan komen we bij het gevraagde bruggetje aan. Dit is ook al lastig, hè, zo omhoog. Ja, daarom. Er ontbreekt 1 buitenring van de rolstoel, dus hij moet wel omhoog geduwd worden. We wisten dat de overlast zou komen. Dat wisten we allemaal vooruit. Maar dat we zulke gigantische, kijk, ik ben jong, maar er zijn oudere mensen die graag de boodschappietjes halen bij die grote kruidenierswinkel. En in ieder geval, ja, ze moeten hele stukken lopen, zeg maar, naar de Marnixstraat en naar de Willem de Zwijgerlaan, naar de Zeilbrug helemaal, om over te steken. Want je krijgt ze maar geen stok hier die brug op. En dan moeten we nog naar beneden. Hou jij het in de gaten, dan gaan we allebei in de plom. Ik houd in de gaten. Geen rem? Nee, er zit geen rem op. Dus ik moet ik zelf afremmen. Nee, maar ik hou wel in de gaten. Maar je ziet het wel, dat is niet om te doen. Dus dit was het? Dit was het, ja. En, hoe voelt u zich? Nou, maar 1 keer hem alleen, want dit is geen doen meer, echt niet. Ik ben verdorie bek af. De gemeente Leiden is van plan om de situatie bij het bruggetje opnieuw te gaan bekijken.
Dan gaan we naar het weer. Ja, Huub Mizee, we zijn het zat. Al die herfstdagen. En dus is de vraag, wordt het morgen beter? Ja, de komende twee dagen wordt het in ieder geval wel warmer, maar die regencapes die blijven nog wel nodig hoor, helaas. Want het is en blijft nogal regenachtig, maar goed, vandaag was het maar 15, 16 graden en daar gaat verbetering in komen. Nou ja, vanavond en vannacht hebben we ook aanvankelijk nog te maken met een paar buien, maar die trekken langzaam weg naar het noordoosten. En dan komen er wat opklaringen misschien en dan kan er hier en daar wat mist ontstaan. Voor de rest gaat de wind weer wat verder afnemen, die wordt zwak tot matig, uit west tot zuidwest en het zal vannacht niet echt koud worden. 13, 14 graden is het minimum. En dan morgen, ja ik zei het al, toch weer af en toe wat regen. Dat zal zeker in de ochtend het geval zijn. 'S middags wat droger. Of de zon erbij komt is nog twijfelachtig. Een matige zuid-zuidwestenwind en morgen alweer 20 graden. Dat is een mooi vooruitzicht. Dankjewel Huub. Tot zover het TV West nieuws. Meer nieuws is te vinden op onze website. En uiteraard kunt u ook luisteren naar 89.3 Radio West. Straks kunt u hier kijken naar het programma Stadswezen. Maar daarvoor eerst nog ons dagelijks programma Tis Wat. En vandaag met een gastpresentatrice. Echt waar. En morgenochtend zijn wij weer vanaf 7 uur met het TV West ochtendnieuws. Graag tot dan. Ik wens u een hele fijne avond.